Er is weer hard gewerkt deze week, want de wedstrijden volgen elkaar razendsnel op. Morgen trekken de Canaries alweer naar KAS Eupen. Vorig seizoen won STVV er met 0-2 na twee doelpunten van Johan Boni. Onze huidige kapitein, Steve de Ridder, maakte er toen zijn debuut. En daar was hij meer dan blij mee. Ja, ook jouw eerste wedstrijd voor STVV. Hoe kijk je terug op je persoonlijke prestatie vandaag? Ja, het is gewoon weer, deugd om een voetballer te worden. Want iedereen weet dat ik een moeilijk jaar heb gehad. Dus ik denk dat ik een redelijk tot goede match gespeeld heb. En ik denk dat we als ploeg ervoor gevochten hebben. Dat is het belangrijkste. Support er morgen mee vanuit jouw bubbel en deel je foto's met de hashtags STVV of Canary Forever.